Ja, vandaag ook weer een vrolijke dag. Tenminste, we gaan vandaag. Het is vandaag Winnie de Poedag. En hetzelfde eigenlijk als gisteren met die smurven. Ja, ik heb geen zin om Disney achter me aan te krijgen als ik Winnie de Poedag ga tekenen. Dus, wat is nou het belangrijkste voor Winnie de Poe? Precies, honing. Laten we samen honing gaan tekenen. Doe je mee? Ja, het lievelingsgerecht van de Winnie de Poe en een pot honing. Nou, laten we ze pot honing tekenen. Zo. Best een volle pot zijn. Zo. Het mooiste is natuurlijk als we dan die honing een beetje over de rand laten lopen zo. Dat is wel leuk. Nou, de rand zelf. Zo. En een mooi etiket natuurlijk. Zo'n honingpot. We zien hier nog een bling. Een streepje. Doen we misschien in de honing ook, dat is wel leuk. Dan zie je echt dat het glinsterende honing is. Nou, dan de, natuurlijk de tekst honing. En misschien nog een bij tekenen. Nou, een bij is niet zo handig. Of niet zo, niet zo heel simpel om te tekenen, maar... Gewoon ons beste. Dan de... Zo. Nou, dat vind ik wel een leuke bij. Nou, we kunnen hier nog wat schaduw aangeven. Aan die honing. Zo. Misschien iets dikkere zwarte lijn. Hier langs ook misschien een iets dikkere zwarte lijn. Krijgt het net iets meer diepte. Zo. Hier nog een schaduwtje, zo. Nou, ik vind dat we zo een hele mooie pot honing hebben. Vind je ook niet? Ik zou zeggen, veel plezier en succes ermee. En natuurlijk kun je ook nog andere dingen tekenen waar je denkt dat bij Winnie de Poe past. Maar ik vond een pot honing zeer toepasselijk. Ik zie jullie morgen in de volgende video.